De Gamersnet E3-vlogs worden mede mogelijk gemaakt door de MSI Camo Squad Limited Edition Notebooks. Ja jongens, we zijn weer terug op Gamersnet Headquarters. Kijk, Akeo en Daniel zijn weer lekker aan het werk. Daar stom lekker aan het werk. Kortom, één groot feest hier. Ja, we hebben een fantastisch weekje in LA gehad. Hè? Echt bizar. Het was een super relaxe beurs. En ik wil jullie onwijs bedanken alvast voor het kijken. Dat gaat Leo straks ook nog een keer doen. Super awesome dat jullie allemaal hebben gekeken. En dat jullie ook het thuisfront niet vergeten waren. Want die hadden het echt druk, hè jongens? Je hebt allebei een headset op. Superleuke interactieve vlog dit. Nee, maakt niet uit Daan. Ik vroeg... Jij hebt de langste toch? Ja. Ja. En dus dat is super vet. Onwijs bedankt ervoor. En we hebben nog een aantal dingen die we gaan afronden. Want we willen namelijk... Een aantal vragen hebben we gekregen. Laten we die maar gelijk beantwoorden. En dan doen we gelijk de eerste vraag. Wat was jouw game of the show? Ja, je ziet het achter. Maar ook voor mij zit de E3 weer op. De studie gaat weer gewoon beginnen. En daar baal ik eigenlijk best wel van. Want ik vond het een super gezellige week. En als ik dan terugdenk aan wat voor mij het meest is bijgebleven. Dan moet ik toch zeggen de PlayStation persconferentie. Daar zag ik namelijk zowel mijn hoogtepunt van de show als mijn dieptepunt van de show. Hoogtepunt natuurlijk Game of the Show Spider-Man. Man, wat ziet die game er vet uit. Mijn head en oog, prachtig. Het is de Spider-Man game waar we 15 jaar op hebben gewacht. De game die Activision ons niet heeft gegeven. Die gaan we nu gewoon krijgen. Daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Mijn grootste verrassing van de show was Mario & Rabbids voor mij. Kingdom Battle. Ik vond het super vet dat XCOM gewoon... XCOM gaat gewoon naar Mario. En Ubisoft heeft zo goed die game als een Nintendo game gemaakt. Maar toch zijn eigen swoon gegeven. Ik vond het echt een grote verrassing. Ook omdat we het totaal niet hadden verwacht. De game was wel gelekt, maar we hadden niet verwacht wat het was. En wat ik verder vet vond was Spider-Man en was Battlefront en een aantal van dat soort titels. Oh, Mario Odyssey vond ik ook super vet. Ik vond dat Nintendo een hele goede beurs heeft neergezet. Het interessantste wat ik gezien heb is denk ik toch wel, het moet Sea of Thieves zijn of het is Ashen. Ashen heb ik net een preview van live gezet en Ashen is op zich best wel een soort van interessante indie die Dark Souls en Journey combineert. Maar ja, daarover meer in die preview. En Sea of Thieves heb ik inmiddels al zo vaak gepreviewd. Ik denk dat dat inmiddels wel duidelijk is voor de meeste mensen waarom ik dat tof vind. Maar goed, ook die staat inmiddels alweer live van de nieuwe hands-on die we daar hebben gehad op E3. Dat zijn een beetje mijn grootste titels waar ik het meest naar uitkijk. Games of the show, I guess. En we kregen nog een vraag heel vaak binnen, namelijk wat was jullie grootste teleurstelling van de show? Tegelijkertijd had ik ook wel iets meer verwacht van Sony. Ik had gehoopt dat er een soort van grote verrassing zou zitten aan het einde. Een afsluiter die ze normaal wel altijd hebben. En die hebben we dit jaar niet gezien. Vooral Sucker Punch bijvoorbeeld. Die studio, waar is die de afgelopen 3 jaar al mee bezig? Niemand weet het. Daar had ik echt wel wat meer van gehoopt. Oh, ik dacht dat er een beest zat. Grootste teleurstelling van de show was, denk ik, Skull & Bones. Ik, die game werd aangekondigd. Ik was best wel enthousiast totdat ik de game speelde. Dus die game is echt nog lang niet af. Maar ik vond het wel echt te ver vanaf. En het was eigenlijk beperkender dan Black Flag. Want Black Flag kon je nog wel enteren en zo. Dat zat hier gewoon in een cutscene. Grootste teleurstelling was misschien toch wel Life is Strange. Omdat dat toch, weet je, dan, ik hou van Life is Strange. Maar dan gaat het in één keer voor een andere... Dan flashbacken ze naar Chloe. Maar dan hebben ze een andere voice actress voor Chloe. Ik hou van die meid. En dan op die manier is ze toch wel in één keer een heel stuk anders of zo. Ik weet niet of dat de game goed gaat doen. Verder vernieuwen ze blijkbaar ook niet heel erg veel ten opzichte van het origineel. Beetje de teleurstelling van de show, I guess. Maar ja, weet je, dat kan gebeuren. Dat zijn af en toe van die dingetjes. Ja, en de E3 had dit jaar natuurlijk ook een iets andere opzet. Er waren namelijk ook bezoekers bij. Wat vonden we eigenlijk van de beurs in het algemeen? Verder de show zelf. Ik weet niet of ik er tevreden mee ben dat het nou allemaal consumenten shit is. Vind ik toch lastig. Gewoon omdat het echt enorm... Het maakt het zo druk. En E3 was altijd een beetje een soort van pers- en businessbeurs. En dat klinkt misschien een beetje elitair om dan te zeggen van daar horen geen consumenten. Maar doe het... Ja, je kunt wel consumenten toelaten, maar doe het dan anders. Maak verschillende dagen of verschillende area's zoals Gamescom het doet. Want op deze manier is het wel gewoon enorm druk en benauwd. En dat doet de beurs niet echt goed ten opzichte van games, I guess. De games kunnen nog zo goed zijn als de beurs zelf gewoon ongemakkelijk wordt. Dat geeft je geen betere impressie van die games natuurlijk. Echt een super beurs gehad, jongen. Echt, het was... Oh, gaat even een trein langs, zie je dat? Wow! Het was echt een super beurs. Het was drukker qua bezoekers, maar we hadden het ook qua afspraken gewoon wat rustiger. En dat zorgde ervoor dat we naar heel veel feestjes konden. Dat was heel tof. Maar ook dat we gewoon wat meer konden genieten van onze trip daar. We hebben echt super leuke dingen gedaan. Dus het was echt een super awesome trip. En onwijs bedankt voor jullie reacties. Jullie hebben ook het thuisfront niet vergeten. Ik zag in de comments heel veel complimenten naar het thuisfront. En dat hebben jullie goed begrepen. Want het thuisfront werkt ook echt zich helemaal in de naad tijdens zo'n nacht van de persconferenties. En daarna super awesome. Die gasten hebben fantastisch werk gedaan. Al met al was het echt een super epische week. Ik wil dan ook niet alleen Tom en Peter heel erg bedanken voor de
gezelligheid, maar ook jullie, vooral de kijkers. Ik bedoel, jullie zijn de reden dat we dit doen, dat we hier elke jaar weer naartoe gaan. En zonder jullie zouden we dit nooit hebben gedaan. Dus echt super erg bedankt voor een epische week. En natuurlijk gaan we Los Angeles nooit weg zonder een aantal vette goodies te kopen of te krijgen. We hebben een aantal highlights voor jullie. Qua goodies heb ik dit jaar niet zo heel veel gescoord. Vooral omdat ik over 2,5 week met Peter naar Florida ga, naar Orlando, naar Disney World daar. Dus waarschijnlijk zal ik al een tweede hypotheek nodig hebben om alle vette shit daar te kopen. Maar ik heb wel een vette mok gescoord. Die gaat Peter denk ik nu straks laten zien, want man, wat heeft die gast veel gekocht. Het was al duidelijk dat hij weer zijn creditcard mee had. Ja, we hebben aankopen gedaan. Ik denk dat dit wel mijn meest opvallende is. Mijn pennyboard, yay! Het is een echte globe en hij was echt super cheap op Venice Beach. Dus hij is ook al teruggekomen in de vlogs en ik kan er een klein beetje op longboarden, maar ik moet wel een beetje oefenen. Maar in ieder geval echt super tof ding. Goeie aankoop. Oh ja, wat ik heb gekocht. Nou, ik heb een aantal dingen gekocht in LA. Ik heb een aantal dingen thuis liggen, dus die zal ik wel via Twitter een keer laten zien of via Instagram. Maar even, volg me gewoon even. Maar waar ik het meest trots op... Nou, dit shirt is al wel vet, dus van Cars. Maar waar ik het meest trots op ben, is dit onwijze vette blouseje. Ja, dit is echt een heel fout, maar heel tof blouseje van Star Wars. Er was een of andere kunstenaar die Star Wars kunstachtige dingen maakt, maar wel officieel voor Disney. Er hingen ook schilderijen van hem met dit soort afbeeldingen in de cantina. In de Mos Eisley Cantina, hè, van episode 4. En die schilderij waren €500, dus dat kon ik allemaal niet betalen. Maar dit blouseje vond ik ook duur, maar ik kon hem gewoon niet laten liggen, want hij paste. En in Amerika heb je natuurlijk, ben je natuurlijk lekker aan het afvallen. In Amerika heb je sowieso al schildert een maat met Nederland, dus ik kan gewoon een emmetje aan. Nou, dus dat hielp ook aan. Hij valt perfect. Check aanstaande zaterdag de nieuwe bottleneck, want dan heb ik hem aan. Het is super vet. Kijk dit design. Dat is toch vet? Ik heb een awesome week gehad. Onwijs bedankt voor het kijken. Qua goodies die ik gehouden heb, is het niet heel veel geworden. Maar ik heb wel 2 pins voor mezelf gescoord. Want ik weet niet, ik vond pins... Meestal doe ik er niet zoveel mee. Maar ik heb nou wel op zich wel een toffe tas waar ze in kunnen. Dus ik dacht, nou ja, oké, fuck it. Dan doen we dat maar. Dus het is een Sea of Thieves Insider pin. Die je alleen kreeg als je op E3 was. En je bent insider bij het Sea of Thieves Insider programma. Maar goed, ik dacht, die is mooi en goud. En het logo is ook super subtiel. Er zitten allemaal dingen in verwerkt, weet je wel. Schepen en piraten en zo. Super vet. Ik kwam er pas later achter van, oh fuck, er zit heel veel shit in dat logo verwerkt. Wat de shit. Maar goed, die pin en nog eentje van Bioshock. Of ik zeg de hele tijd Bioshock. Waarom doe ik dat? Het is Prey. Het is een pinnetje van Prey van Morgan. Die game lijkt op Bioshock in Space. En die heb ik ook glorieus gereviewd en zo. Want dat is Bioshock in Space. Misschien dat ik daarom het Bioshock zeg. Maar het is gewoon een super subtiele pin. Dus die zit aan de binnenkant van mijn tas. En de CFT's pin zit erop gepind. Dus yay. De pins heb ik gescoord. Sorry, die heb ik voor mezelf bewaard. Al hebben we volgens mij die CFT's pin dubbel. Dus ik weet niet of we die weg kunnen geven. Moet ik even aan Peter vragen. En last but not least nog echt een enorme vrachtlading snoep. Ik hoop dat iedereen genoten heeft van alle dingen die we gedaan hebben. De vlogs en het feit dat we zo ontzettend veel previews en zo in de works hebben. En ja, er verschijnen nog een heleboel meer video previews en geschreven artikelen over wat we allemaal gezien hebben. Maar er staat al een boel online en ik ben er tevreden over. Dus ik hoop dat het bevallen is. Het is mij in ieder geval bevallen. Het was een leuke week. Ik ben bruiner geworden. Ik heb een pennyboard, fuck yeah. En dan rest me tot slot niets anders dan jullie te bedanken. Jullie support, jullie toffe reacties, jullie feedback is de reden dat we toch elk jaar weer afreizen naar Los Angeles. Om daar verslag te doen van videospelletjes. En dat blijft een surreële ervaring. Dus ik wil jullie graag ontzettend bedanken voor wat mij betreft een super toffe geslaagde week. Het was echt een super awesome trip. En onwijs bedankt voor jullie reacties. Jullie hebben ook het thuisfront niet vergeten. Ik zag in de comments heel veel complimenten naar het thuisfront. En dat hebben jullie goed begrepen. Want het thuisfront werkt ook echt zich helemaal in de naad. Tijdens zo'n nacht van de persconferenties. En daarna super awesome. Die gasten hebben fantastisch werk gedaan.